Caroline de Gruyter nu. Zij werkte lange tijd als journalist in Brussel voor NRC. En ze reist in haar nieuwe boek door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Ja, dat Habsburgse Rijk bestaat natuurlijk al lang niet meer. Die Habsburgers, vanuit Wenen heersten ze eeuwenlang over grote delen van Europa. Van Oekraïne tot Spanje en zelfs de Nederlanden hebben een eeuw lang behoord tot het Habsburgse Rijk. Wat hebben die Habsburgers ons te vertellen over de EU van nu? En moet die EU eenzelfde dramatisch einde vrezen als dat Habsburgse Rijk? Hartelijk welkom, Caroline de Gruyter. Dank je wel. Hoe kwam het erop om dit oude Rijk te vergelijken met de EU? Ik woonde in Wenen, 2016. Als Nederlander kom je dan in een wereld terecht waar je eigenlijk niks van begrijpt. Wij zijn heel transatlantisch ingesteld. En dat Habsburgse Rijk, daar wist ik eigenlijk niks van. Nee. 2016 was een heel turbulent jaar op de hele wereld. Het jaar van Trump, het jaar van Brexit. Het jaar ook waarin een Oostenrijkse extreemrechtse politicus bijna president werd. Iemand met een pistool op zak. Zoiets zijn van die details die je nooit vergeet. Ja. Mensen zeiden ook eind 2016... Wilders gaat de verkiezingen winnen in Nederland. Hè. Die verkiezingen waren in maart 2017. Marine Le Pen wordt president van Frankrijk. In die atmosfeer werden oude boeken van Stefan Zweig herdrukt. En Jozef Rood, hè, de chroniqueurs van het Habsburgse Rijk. En gingen mensen mij ineens vragen... God, jij woont in Wenen. Kan met de Europese Unie hetzelfde gebeuren als met het Habsburgse Rijk? Ja. Hè? Wat ten onder gegaan is door nationalisme. Op die vraag komen wij zo meteen. Want het Habsburgse Rijk ging dus in 1918 ongeveer ten onder. Hè? Ja. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Is het even, je ging dus wonend in Wenen op zoek naar die Habsburgers. Ze zijn er nog, die Habsburgers. Ja, er zijn nog iets van 600 Habsburgers. Die wonen niet allemaal in Wenen natuurlijk, maar er wonen er... Ik woonde vlakbij een van de oude keizerlijke paleizen, het Schönbrunnpaleis. In een buurt die helemaal was gebouwd destijds door mensen die voor de keizer werkten. Dus de Esterhazy-familie en een aantal andere families die daar gewoon nog zitten. Toen troonopvolger in 1914 Frans Ferdinand werd doodgeschoten met zijn vrouw. Toen had de keizer, die had nogal medelijden met de kindertjes. Drie kindertjes van de vermoorde man. En die heeft ze wat lapjes grond in en om, of om dat paleis gegeven. Ja. Ik woonde in die buurt. En al die Habsburgers, hun nazaten, die wonen daar dus nog. Die lapjes zijn allemaal opgedeeld in stukjes. En er is ook nog steeds een zeker soort ontzag, hè, voor de Habsburgers onder de Oostenrijkers. Ze weten, alle Oostenrijkers weten wie het zijn. Iedereen weet wie het zijn. Ze mogen geen adellijke titel meer dragen. Het von is er vanaf gehaald. Maar ze zijn nog steeds aanwezig en op een bepaalde manier misschien belangrijk. Je hebt veel gereisd door Europa. En wat mij interesseerde ook in je boek is een heel stuk wat gaat eigenlijk over Midden-Europa, in de zin dat dat er anders gekeken wordt, bijvoorbeeld naar de geschiedenis, dan hier in West-Europa. Hoe zit dat? Ik denk dat in Midden-Europa, er zijn verschillende dingen. Zij denken heel erg vanuit het verleden. Hè? Dat zie je niet alleen in Midden-Europa, maar je ziet het ook in Rusland. Hè? Die kijken naar dingen die vroeger gebeurd zijn. Die zijn ze nooit vergeten. En wat doen wij dan in het Westen? In het Westen kijken wij meer vooruit, denk ik. We zijn minder met de geschiedenis bezig. Dat hebben we allemaal achter de rug. Hè? Dat is klaar. Nooit meer oorlog. We gaan nu handel drijven. Wij vergeten veel sneller. Wij praten over digitalisering, over innovatie, over dat soort dingen. Zij zien die oude breuklijnen, die zitten daar gewoon nog. Dus als daar iets gebeurt, dan halen ze automatisch de geschiedenis erbij. Een voorbeeld, mijn dochter reed paard ergens buiten Wenen. En de man die de manege runde, daar had ik altijd politieke discussies mee. Want die was ervan overtuigd dat de Russen op een dag zouden terugkomen. Ik ken mensen in Wenen die wat ouder zijn en die nog steeds zorgen dat de tank half vol is van hun auto. Dat als ze komen, dan kan je in ieder geval, heb je genoeg benzine om een heel eind weg te rijden. Het klinkt heel overdreven, maar wij begrijpen daar dus helemaal niks meer van. Nee, maar nee. Daar leeft dat niet heel erg, maar het leeft. Ja. Ja. Net als bijvoorbeeld ook de tegenstelling tussen Hongaren en Oostenrijkers. Hè? En het gevoel ook
beschrijf je bij Hongaren een gevoel van gekwetstheid. En dat anderen hun altijd willen overheersen. Ja. Is dat waar we het huidige bewind ook van Orbán aan te danken hebben? Ik denk dat er een continuïteit is. Er zitten in mijn boek zitten ook allerlei Hongaren die uitleggen van ja, wij zijn altijd overheerst. Hè? We zijn overheerst door de Habsburgers, die zijn gekomen om samen tegen de Turken te vechten. Maar die zijn nooit meer vertrokken. Hè? Daarna is het een tijdje chaos geweest. En toen kwamen de Sovjets. Die zijn ook niet meer vertrokken, totdat het echt niet meer kon. En nu hebben we de overheersing van de Europese Unie. Hè? Die kwamen en die zijn ook nooit meer vertrokken. Nee. Nou, daar kan je allerlei discussies over hebben. Ze zien zelf ook wel, denk ik, dat ze heel erg fel reageren. Maar dan zeggen ze, ja, zo zijn wij nou eenmaal. En zo, you better accept it. Dus doen wij ook wat we willen. Bijvoorbeeld op het gebied van de rechtsstaat, hè, die ook in Hongarije onder druk staat. Je hebt natuurlijk ook nog het probleem als migratie en het weigeren op te nemen van vluchtelingen. Maar als je even naar die rechtsstaat bijvoorbeeld kijkt en de eigen koers die daar landen als Hongarije en Polen invoeren, Midden-Europa, deze thema's, is dat de meest existentiële bedreiging van de Europese Unie? Ik weet niet of het de meest existentiële bedreiging is, maar het is wel het is iets heel fundamenteels. En ik denk ook dat wij in West-Europa, ik bedoel, zij moeten oppassen, dat is duidelijk, maar ik denk dat wij ook moeten oppassen. Want het is een breuklijn. Kijk, Midden-Europa, want daar hebben we het over. Midden-Europa zit altijd tussen Oost en West. Mm-hmm. En die kunnen nooit kiezen en die willen ook niet kiezen. Nou, als het goed gaat tussen Oost en West, dan floreren zij. Hè? Dan kunnen ze rustig ademhalen. Op het moment dat de spanning tussen Oost en West, hè, het Westen en Rusland bijvoorbeeld, stijgt, zoals nu, dan krijgen ze het benauwd. En dan wordt er aan hen getrokken aan alle kanten. En dan krijg je gewoon frictie. Dus hier zit een fundamentele breuklijn binnen de Europese Unie. Ja. Ja. En ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. En wat je ook beschrijft in je boek is dat dat Habsburgse Rijk, om daar weer even naartoe terug te keren, al ging het daar allemaal lang niet allemaal soepeltjes, dat toch een soort paraplu was, of misschien zelfs een buffer was, waardoor de boel niet uit de hand liep, waardoor er allerlei oorlogen en strijd in Midden-Europa niet plaatsvonden. Ja. Met andere woorden, toen dat Habsburgse Rijk wegviel, 1918, toen ging het mis. Ja, dat is een van de echt van de meest chaotische en ook bloedige periodes in de Europese geschiedenis geweest. Ik bedoel, er zijn er wel meer geweest. Maar wat Habsburg deed, en op een hele onvolledige manier, maar ze deden het en ze probeerden het, is een soort dak boven al die volkeren die daar zitten en taalgroepen te bouwen, waarbij de grote een beetje in bedwang werden gehouden. En de kleintjes werden beschermd, zodat niemand, want daar loopt iedereen dan natuurlijk overheen als er conflicten zijn. En ook om een soort van gezamenlijk aanvallen of bedreigingen van buiten te kunnen weerstaan. En dat is natuurlijk een directe parallel met wat de Europese Unie nu ook aan het doen is of aan het proberen is. Ja. Hè? En toen dat dak wel wegviel, hè, heel veel mensen vonden dat helemaal niet zo erg destijds. Maar toen brak onmiddellijk kwamen al die oude vetes en jaloezieën kwamen weer boven. En toen zijn er echt miljoenen mensen zijn er van het ene land in het andere geschoven. Iedereen maakte ruzie over. Iedereen wou de goede stukken van het Habsburgse Rijk hebben. En de slechte stukken schoven ze dan in de buurland. Het was een en al haat en nijd. En er zijn heel erg veel doden bij gevallen. Systemen die instorten. Je hebt het nu over het Habsburgse Rijk. Een jaar geleden zat de gerenommeerde Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev hier aan tafel. Ik geloof dat je hem kent. Yeah. Hij zei dit. Because of their life, most in the West Europeans take European Union for granted. They believe that there are crises, but crises are going to be overcome. What we know in Eastern Europe is that everything political is very fragile. And nothing should be taken for granted, including the European Union. Ja, is dat het essentiële verschil tussen daar en hier? Wij nemen de democratie for granted. We gaan ervan uit dat het zo blijft. Ik denk dat we daar heel erg voor moeten uitkijken. Ik denk dat hij een heel goed punt heeft. Wat
Ivan heeft natuurlijk als Oost-Europeaan de instorting van de Sovjet-Unie van dichtbij meegemaakt. Hij zat vlakbij Joegoslavië, wat is ingestort. En hij zegt, wij leven daarmee. Hè, met de kans dat de hele boel kapot gaat. Wij leven daar veel minder mee. Ik denk dat hij daar heel erg gelijk in heeft. Wat hij niet verdisconteert, en dat is iets... wat denk ik wel belangrijk is. Ik heb jarenlang in Brussel gewerkt. Ik heb een aantal heftige crisis daar verslagen. De eurocrisis en zo. En dat is toch dat als al die regeringsleiders... die gewoon achter het stuur zitten in Europa... Hè, want wij zijn het zelf. Mm-hmm. Als die bij een enorme crisis bij de afgrond komen... en dan kijken ze en dan zien ze dat het toch wel verdomde diep is daar. En dan... gaan ze toch terug en gaan ze compromissen sluiten. Want bij al die crisis die jij noemde, werd er gezegd... dit is een existentiële crisis, dit is het einde van de Europese Unie. En elke keer bleek het niet zo te zijn. Dat is wat je zegt eigenlijk. Ja. En ik zeg niet dat het gevaar er niet is. Maar ik denk dat het gevaar wel wordt overdreven. Of liever gezegd, dat de politieke wil van de Europese regeringsleiders... en ook de bevolking, om daar overheen te springen... en om daarmee door te gaan, veel groter is dan mensen wel eens denken. Ja. En dat heb ik dus keer op keer in die crisisnachten en crisistoppen in Brussel ook al meegemaakt. De politieke wil dus om eroverheen te springen. Of is het ook het inzien van, we hebben nou helemaal niks beters dan dit gammele karretje waar we in rijden? Ja, nou ja. Zo kan je het ook zeggen misschien. Het karretje is soms heel gammel en het karretje is soms wat minder gammel. Maar zoals de titel van mijn boek ook al aangeeft, beter wordt het niet. Hè? Nee. Nog even kijken naar die nadagen van het Habsburgse Rijk. Want die vergelijking trek je ook een beetje. Eigenlijk werp je de vraag op, zitten wij nu ook in diezelfde periode, maar dan in de Europese Unie? De nadagen van het Habsburgse Rijk, Frans Ferdinand, de troonopvolger, in 1914 vermoord. Sarajevo, Eerste Wereldoorlog begon. Panelen gingen schuiven. Oorlog die wereldwijd eigenlijk uitbrak, terwijl dat niet de verwachting was aanvankelijk ook, hè, van de Duitse keizers. Vergelijk die situaties met hoe wij nu zitten. Mm-hmm. Nou, de schuivende panelen, dat is natuurlijk duidelijk. Hè? De hele wereldorde is aan het verschuiven. Er hangt van alles in de lucht. Hè? Jullie hebben net ook melding gemaakt van de uitzending van vorige week... waarin de een naar de andere gast opmerkt dat we naar iets nieuws toe moeten. Maar nieuw niemand leiderschap. Nieuw leiderschap, nieuw bestuur. En niemand weet eigenlijk hoe dat eruit gaat zien. Dus er is een soort parallel gevoel van er is iets wat op zijn eind loopt. Er komt iets nieuws aan, maar wij weten... We hebben allemaal eigenlijk nog niet precies een idee van wat dat nieuwe dan is. En dit is, denk ik, eenzelfde soort moment. Ja, en vandaar misschien ook jouw pleidooi. Tenminste, om een beetje voorzichtig te zijn. Om een beetje voorzichtig te zijn. En wat je eigenlijk zegt is, het is wel modderen, het is wel doormodderen. Ja. Maar dat is wat die Habsburgers ook deden. En het heeft eeuwenlang goed gewerkt. Die hebben het 600 jaar volgehouden uiteindelijk. 600 jaar, dat had ik me nog niet gerealiseerd. In allerlei vormen. En dat is natuurlijk Europa ook. Wat Europa 20 jaar geleden was, is het nu al lang niet meer. Destijds, 20 jaar geleden, was Europa ging over vrijheid, diversiteit, grenzen neerhalen. Ja. Nu willen mensen weer bescherming. En we hebben ook waarschijnlijk bescherming nodig. Kijk naar Rusland, kijk naar onze problemen met Turkije, met China. Eigenlijk zeg je dus, we doen het zo gek nog niet. En misschien moeten we ook voorzichtig zijn met allerlei geluiden over federalisering en een Europees leger en al dat soort dingen. En moet je misschien maar een beetje tevreden zijn met hoe we aan het modderen zijn. Alleen win je daarmee de harten van de mensen? Ik denk dat mensen het heel goed kunnen begrijpen. Maar je moet het wel uitleggen. Hè? Ik denk dat heel veel burgers verwachten veel meer van de Europese Unie... dan de Unie ooit kan leveren. En dat is ook eigenlijk omdat ze niet weten hoe het functioneert. Hè? Want nationale leiders, die zoals ik net al zei... achter het stuur zitten in Europa, die duiken daar natuurlijk graag een beetje voor weg. En die geven heel graag Europa de schuld van dingen die misschien wat te traag lopen. En daar zouden ze misschien ook mee uit moeten kijken. Ja. Die verhoudingen, dat beschrijf je in die vergelijking met Habsburgse Rijk in het boek Beter wordt het niet. Caroline de Gruyter, enorm bedankt.
Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.